Yo, what up kijkers van Gonzi Games. Welkom bij een nieuwe, een hele nieuwe serie waar ik ga starten samen met Rico. Hallo. We gaan Hearthstone tegen elkaar spelen. Dat doen we gewoon standaard eerst met de basic decks. Misschien dat we later af en toe ertussenin even de custom decks doen. Maar het lijkt wel tof. Het is een leuke game. Vooral de mensen die veel World of Warcraft hebben gespeeld, die weten wel wat het is. En ik zou zeggen van laten we beginnen. Even kijken. Ik ben er klaar voor. Kom maar op. Oké, dan kies ik de eerste potje voor hem. Oiling up en end turn button. Oh, voor mij staat shaving. Shaving. Wie aan het scheren? Filling up loading bar. Nou krijg. Sweeping up minion dust. Utah. Jee. Oh, valt bij mij. Beetje vage kaart heb ik. Maar... ja, ik ook. Jij klinkt trouwens in één keer wel best hard. Ik zou even wat zachter zetten als dat kan. Oké. Hey mensen, welkom terug. Ja, er was een beetje storing met Fraps. Dus we zijn gebleven. Hij heeft me net aangevallen. Ik mis één health. Dus you bastard! Maar dat doe ik gewoon even zo. Dat kan ik ook namelijk. Oh wow. Zo. Hond. Ik vind dit wel een toffe spel. Beetje een kaartengame, maar dat maakt niet zoveel uit. Reporting for duty. Reporting for the duty. Tuurlijk. Nou, dan kies ik over die. Mooi. I will end my turn. Oeh, wat gaat hij nou trekken? Die orders hebben. Oké, dat kan natuurlijk ook nog. Au. Vindt je dat normaal of zo? Yep. Nou, dan val ik jou ook lekker aan. Boom. Doei. Prima joh, prima. Kom maar op. Oeh, deze kaart. Oh jee, nou krijgen we het. For the king! Een charge card. Zo weer eens niet. Oké, wat krijgen we nou? Oké, dan doe ik die. En dan doe ik die. Oh wow. I will end my turn. En mensen denken altijd, je moet gewoon kaartjes trekken, maar je moet er ook nog logisch bij nadenken. Dat vind ik juist het leukste van deze game. Yep. Het is niet zo van, oh ik leg die en ik geef die en ik geef die. Nee, nee. Strategie. Oh. Zoiets, ja. Dat, Oké, dan kies ik voor hem. En dan even kijken. Ja, maar dat is wel genoeg. Vind ik ook. Good job. Dan gaan wij eerst... dat ding van je kapot maken. Oh jee. Ah. Zo dus. That's not funny. Tant, oké. Reporting for duty. Wat voor kaart krijgen we nou? Oh, ik kan doen. Wat kan ik nou doen? Ik kan die doen. Dan is die footsie. Dan kan ik deze nog doen. Oh shit, dat heb ik toch een beetje fout gedaan. Crap. Nou ja, fuck it.
Wat was een fout? Oh wow. Ciao. En het veld is weer leeg. Oh jee. Charge. Nou. Even kijken, kies ik hem gewoon. En ja, dat was het wel. Sommige kaarten vind ik echt ideaal, net als die tand, hoe hoger ze zijn, ik vind ze dan echt wel, ja, wel gaaf. Als verdediging en zo. Oh jee. Oh jee. Hey! Pendelin. Even kijken, dan kan ik hem erin zetten of kan ik hem erin zetten? Ik denk dat ik eens hem erin zet. Nog één. Yep, ik heb er nog één. Damn. Nou, die er nog bij. En dan dit mijn turn. Dat is jammer voor jou. Give me your divine shield, goddammit. Boom. Oh jee. Kijk, kies ik hem. Pull the fist over. Die er nog bij. Ouch. En dan doe ik het zo. Oké, kijk, 10, 16. Crap. Ja, dat kan natuurlijk ook nog. Oh jee. Oh jee. Oh crap. Nou moet ik een goede kaart krijgen. Nou ja, dat valt ook wel mee. Goddammit. Nou, ik heb die dan nog. Ja, die kan ik kiezen. Dan kan ik die nog doen. Maar nee, dit gaat hem niet worden. Dus congratulations! Jammer joh. Ja, ik kan niks doen. Hey mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vonden jullie dit een toffe game? Denken jullie van, hey, dit moeten jullie vaker doen? Geen probleem, laat even achter in de reacties, dan gaan we dit vaker doen. Volgende keer natuurlijk met een andere hero. En dan zien we jullie de volgende keer weer. Van nou zeg ik in ieder geval mensen, bedankt voor het kijken en later! Later!